Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na. Nederland weet het zeker. De nieuwe Uri Geller is de meest verbazingwekkende familieshow van 2009. Open de eyes. En slaap. This was disgusting on the highest degree. Bereid u voor op een onvergetelijke avond. We gaan beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is de nieuwe Uri Geller. Hier is Tooske Ragas. Dank u wel. Een hele goede avond. Heel hartelijk welkom. Vanavond weer een verbazingwekkende, avondvullende show. Net zo spectaculair als vorige week. Iedereen in ons land en zelfs ook daarbuiten heeft het over onze mentalisten en Uri Geller. Iedereen lijkt er mee bezig te zijn. Er is geen krant, geen tijdschrift dat geen aandacht besteedt aan de nieuwe Uri Geller. De bizarre bloedzuiger-ex van mentalist Vincent heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. En wie is de mysterieuze man achter het masker? De Telegraaf zet alle verdachten op een rijtje. En ook verschillende internetsites speculeren dagelijks over de ware identiteit van The Mask. Rusty Rostelli zou de mysterieuze deelnemer zijn bij het programma De Nieuwe Uri Geller. Het management van Rusty zegt van niets te weten. Ja. Vanavond presenteren 5 van onze mentalisten opzienbarende en onverklaarbare experimenten om door u gekozen te worden tot de opvolger van het fenomeen Uri Geller. Welkom Uri! Hartstikke fijn dat je er weer bent. Je ziet er blakend van gezondheid en vertrouwen uit. Ik wilde je vragen, vorige week was je werkelijk aangedaan. Ben je een beetje bijgekomen van de schrik? Well, Tooske, listen. You have no idea what Vincent act provoked. You know, I was inundated with hundreds of emails by viewers. And you know, what surprised me the most is that many of the emails were pro-Vincent. Yeah. Actually, some viewers were angry with me for shouting at him. You know, I stick to my point. Okay. I thought it was disgusting. Vincent is still in the competition because the people at home voted for him. Listen, I will watch him very carefully next week, but tonight, I will look very carefully at this week's mentalists. Nou, dat is hartstikke fijn om te horen. Dank je wel. En heel veel succes daarbij. Kijk ik links, want natuurlijk is zij er ook weer bij. De steun en toeverlaat van onze gasten van vanavond. Dames en heren, Patty Bart. Hallo, Patty. Nou, dankjewel, jij ook. En wie heb je meegenomen? Wie stralen daar naast jou? Nou, ik heb er een paar bij me, hoor. Aan mijn linkerhand. De enige vrouw van Nederland die meer weet van plastische chirurgie dan ik zelf, Marijke Helwegen. Daarnaast heb ik... Een meneer laten komen die, waar ik zelfs niets privé voor houd. Mijn shownieuws-collega Evert Zantegoed. Daarnaast heb ik de spirituele krullenkop van Nederland, presentatrice Germaine van Oosterhout. En de laatste dame behoeft geen introductie. Vandaag niet in het rood, mijn grote zuster Rebecca. Dames en heren, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Patty, zou jij de gasten meteen willen helpen met het aantrekken van de kleding die behoort bij de eerste act?
Oké. Terwijl ik die dan ga aankondigen. Vuurvrije jassen. Want vandaag, dames en heren, lopen over gloeiend hete kolen. Een mentale zielsuittreding. Het gaat echt gebeuren. En nog heel veel buitengewone optredens. Dus laten we beginnen. Vorige keer was het voor hem bijna letterlijk een vuurdoop. Gelukkig liep het goed af voor Robert. Voordat mentalist Robert met zijn optreden kon beginnen, had Uri nog een duidelijke boodschap voor hem. If I have the feeling, even for a second, that this act is too dangerous, I will stop it immediately. Na deze waarschuwing haalde Robert onze eigen Patty naar voren voor zijn gevaarlijke optreden. Patty, niet waar. Patty schrok natuurlijk enorm. Je had niet verwacht dat ze naar het podium werd gehaald. Volgens mij vond ze het enorm spannend en eng om mee te doen. Jongen. Het optreden van Robert is niet zonder risico's. En daarom is het heel belangrijk dat hij zich goed kan concentreren. Nou, ik ben zo geconcentreerd bezig om die energie te voelen. Om de situatie, om het lot naar mijn hand toe te zetten. Ja, dat kost enorm veel energie. Vuur! Ondanks de waarschuwing van Uri kan Robert het niet laten vanavond zijn gaven weer op spectaculaire wijze te tonen. In de vorige show heb ik mijn eigen leven op het spel gezet. En deze show ga ik het leven van een BN'er op het spel zetten. Vandaag gaat hij dus nog een stap verder. De brandweer en ambulance staan er klaar voor. Dames en heren, hier is Robert! Robert! I always get very concerned when I see tools of fire because that's what I saw backstage. You better be sure of yourself, okay? And what is this all about? Tonight, I'm going to do something very dangerous. But Uri, you have to trust me. By the way, you can talk also in Dutch. Okay. Say that in Dutch. Vertrouw me, Uri. Wat ik vanavond ga doen is levensgevaarlijk, maar Uri, het is heel belangrijk dat je vertrouwt op mijn mentale krachten. Habama shelcha. Goedenavond. Ik geloof dat iedereen een voorwerp heeft dat hem of haar geluk brengt in het leven. Voor mij persoonlijk is dat een gouden hoefijzer die ik van een van mijn beste vrienden heb gekregen. Van tevoren is aan de bekende Nederlanders, onze gasten van vanavond, gevraagd hun geluksbrengers mee te nemen naar de studio. Ik wil graag uitnodigen naar het podium. Shalene, ik zeg het even verkeerd, maar het moet even een blackout. Je mag, nee. Shalene, jij mag naar voren komen. Patty, kom naar voren. Evert ook. En Evert, ik wil aan jou vragen om je geluksvoorwerp mee naar het podium te nemen. Moet je even omdraaien. Ik draai hem om. Zo wordt het heel makkelijk. Ga je gang. Shemaine is het. Shemaine. Hallo. Evert, welkom. Hallo. Jij mag hier komen staan. In mijn jas. In je jas, jawel. Patty. Hallo, dag. Welkom. Evert, wat is jouw geluksbrenger? Je mag hem laten zien. Haal hem maar tevoorschijn. Oh, dat is heel eenvoudig, zeg. Ik had een ontzettende haast, dat weet jij niet, maar ik stond bij Shownieuws en toen moest ik heel snel wat meenemen. En dit is op zich wel een geluksbrenger voor mij, want als ik iets vreselijks zie op televisie, dan zap ik lekker weg. Even, of er naartoe. Even heel belangrijk. Dit is jouw geluksvoorwerp voor vanavond. Ja. Evert, ik hoop dat het echt zo is, want je neemt een groot risico vandaag. Nou. Evert, ik wil je vragen om de afstandsbediening tussen je beide handen te houden en voor je uit te houden. Evert, geloof jij echt, en wees alsjeblieft serieus, geloof jij echt dat deze afstandsbediening jou vanavond geluk gaat brengen? Ja. Evert, ik wil dat je ervan overtuigd bent. Ik ben ervan overtuigd. Vandaag hangt jouw leven af van deze afstandsbediening. Evert, ik wil dat je één keer hardop zegt. Ik geloof dat deze afstandsbediening vandaag mijn leven gaat redden. Neem het serieus, Evert. Ja. Neem het serieus, het is belangrijk. Het gaat om je leven. Zeg het hardop. Ik geloof dat deze afstandsbediening vandaag mijn leven gaat redden.
Ik geloof dat deze afstandsbediening vandaag mijn leven gaat redden. Oké, Evert. Geef aan mij de afstandsbediening. Want Patty en ik gaan vanavond om jouw leven spelen. Ik ben blij dat het Patty is en niet Rachel Hazes die hier vanavond staat. Patty, loop met me mee. Patty, ik wil vragen om achter me te komen staan. Ja. En dek met je beide handen mijn ogen af. Chimène en Evert, ik wil aan jullie vragen om achter de kasten te gaan staan. Staan jullie daar? Ja, ja. Evert, ik wil dat jij nu een vrijwillige keuze maakt en op intuïtie in één van de kasten gaat staan. En als dat gebeurd is, Chimène, wil ik aan jou vragen om de deuren te sluiten en het slot erop te doen. Chimène, is dat gebeurd? Nee, ja, ik ben er nog lang mee. Ja, ik... Even wachten hoor, ik ben nog niet zo snel. Rustig aan. Ik probeer het heel snel te doen, maar ook met beleid, hè? Ik kom bij de laatste. Het is gebeurd. Oké, Chimène, je mag weer naar voren komen. Het is gebeurd. Ja, maar dat is... Chimène, kom terug naar voren. Ja, ik kom naar voren, maar die deuren sluiten niet. Ja, ik kom naar voren, ik kom naar voren. Oké. Chimène. Ja? Vanavond gaat er iets levensgevaarlijk met jou gebeuren. Maar niet tijdens mijn act. Bedankt voor je medewerking. Je mag weer gaan zitten. Ik dacht met Evert. Ik denk, kom ik er goed vanaf? Ga maar gaan. Dankjewel. Geweldig. Mag ik ook weg? Patty, jij moet blijven. O jee. Oké, mannen. Verplaats de kasten. Even hier staan. Kom hier staan, Patty. Dames en heren, dan komt nu de vlammenwerper. Je gaat me door die vraag om even het zandtegoed af te maken. Komt nooit meer goed met mij. Komt helemaal goed, Patty. Okay. Geloof. Als je maar geconcentreerd blijft. Ik blijf geconcentreerd. Totdat het bloedzuigers waren, sorry. Patty, ik wil dat je plaatsneemt achter de dobbelstenen. En ik geef je de geluksbrenger van Evert in één hand. Hou hem stevig in één hand. Patty, ik wil dat je uit de bak 3 willekeurige dobbelstenen pakt. Per keer of gewoon 3 in één? 3 in één hand. Heb je deze in je hand? Houd de 3 goed gesloten in je hand. Breng de 2, breng de dobbelstenen naar de geluksbrenger toe. Patty, vandaag ligt het lot, ligt het leven van Evert in jouw handen. Oh, wat ben ik blij dat ik die man wel aardig vind. Patty? Ja, ik concentreer me. Concentreer je. Ik wil dat je hardop zegt. Ik dood vanavond niemand. Ik dood vanavond niemand. Patty, gooi de 3 dobbelstenen in het lege bakje. Alle 3 tegelijk? Alle 3 tegelijk. Patty? Noem 2 ogen die je gegooid hebt. Noem 2 cijfers. 5 en 3. 5 en 3. Patty,
de 3 dobbelstenen en gooi ze nogmaals in de bak. Blijf geconcentreerd. Noem 2 getallen die je hebt gegooid. 6 en 2. 6 en 2. Te gaan. 4 en 1. Betty, gooi nogmaals de dobbelstenen. Oh, Evert, sorry. Betty, heb je een 4 of heb je een 4 of heb je een 1? Ik heb 2 5'en en 1 1. En een 1 1. Ik heb geen 4, ik heb een 1. Oké. Evert, spring door het papier, kom naar buiten. Nou, dames en heren, Evert! Gewonnen! Betty, kom naar voren. Oh. Kom naar voren. Evert. Jij bent nog nooit zo blij met mij geweest. Oh. Oh. Dat is nou wel warm, moet je nagaan. Fantastisch. Evert. Heel belangrijk, deze afstandsbediening, hoe raar het ook is, maar deze afstandsbediening heeft vandaag jouw leven gered. Koester hem. Goed zo, er zijn nooit nieuwe batterijen. Dank je wel. Dank je wel. Dames en heren, Robert, maar dat je haar ook nog zo goed zit. Leef je nog, Betty? Oh, ja. Ook jij, Tooske? Ja, een heleboel mensen hadden waarschijnlijk gehoopt dat ik anders gegooid had in Nederland. Maar goed, Evert, je haar zit er nog op. Ja, en, nou ja, dat was al zo. Inderdaad. Ja, inderdaad. Maar ik was toch eventjes bang dat ik dacht... Jeetje, en met wie moeten we dan volgende week gaan presenteren? Ja, nou ja, het wordt steeds moeilijker, denk ik, om mensen te vinden. Ja. Hartstikke goed. Ik ben blij dat je het er levend van af hebt gebracht. Nou, goed, Robert, ik ben ook blij dat degene gewonden of doden zijn gevallen. Je ik leek ook. Het allemaal redelijk onder controle te hebben. Ja, maar het gaat natuurlijk om het geloof in die geluksbrenger. En dat ging perfect. Nou, kijk of Uri ook heel veel geloof in jou heeft. Listen, Robert. Uri! Wacht even, we maken het spannend. We gaan er heel even uit. En dan zijn we bij u terug met het oordeel van Uri. Tot zo. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na. Hartelijk welkom terug bij de nieuwe Uri Geller. Straks de pas 12-jarige Jelle. Gaat ze vanavond weer iedereen verbazen met een adembenemend optreden. En zojuist heeft u gezien hoe mentalist Robert letterlijk met het leven van Evert Santegoeds speelde. Die is inmiddels bekomen van de schrik, maar nu is voor Robert het spannende moment aangebroken. Uri. Come closer, Robert. Listen, Robert, whether this was the power of the lucky charms or your own mental ability, this performance was a kind of a mini spectacle. It had drama, danger, and suspense. You were great. Nou. Je zei net al dat je het fijn vond om als eerste te zijn. Dit moest ook ontzettend fijn zijn om te horen. Jij kan lekker rustig gaan zitten. U thuis niet, want u weet het. Misschien vindt u het ook wel geweldig en denkt u, ja, dat is leuk. Maar niet alleen die mening van Uri telt, die van mij is ook belangrijk. Die wil ik ook laten horen. Was u zo onder de indruk van het optreden van Robert dat u hem een volgende ronde gunt? Belt u dan 0909-8821 of sms Robert naar 4600.
Dankjewel. Robert! Met jouw stem maak je deze week kans op een digitale camera van Olympus. Of op een avondje uit voor twee personen naar de show van Uri Geller. Met een gastoptreden van Rob en Emiel in Carré. En dat is inclusief diner en drankjes. In de eerste show zorgde het duo Ronald en Peter samen met hun mentale gids voor emotionele momenten. Het werd Antje Montero zelfs te veel. Hun eerste optreden had al meteen een zware emotionele lading. Voor ons was het ook een stapje verder dan normaal. We hebben ons extra uitgedaagd vandaag. Wat is voor jou het meest trieste moment wat je gehad hebt? Dat is het overlijden van mijn zus. Dit was voor ons ook best erg emotioneel. Antje geeft openhartig antwoord op de vragen van het mentale duo. Deze blijken precies te kloppen met de antwoorden die zij van hun gids hebben doorgekregen. Romy, Marina, 1,5 jaar, overleden. Op het einde voelde je gewoon de spanning in de zaal en bij onszelf en bij Antje natuurlijk. Er zijn dingen die zij echt niet hadden kunnen weten en stonden echt op die brief. Dus het was niet alleen emotioneel, maar ook wel weer een bevestiging dat er meer is. Weet je wel, het is helemaal naar. De mentale band tussen Peter en Ronald is de afgelopen weken nog sterker geworden. Onze gids heeft ons namelijk geleerd om gedachten over te brengen op muzikale manier. En dat is iets heel bijzonders. Hopelijk zijn ze klaar voor de volgende mentale krachtmeting. Hier zijn Peter en Ronald. Peter and Ronald, in your first show, the two of you and your mental guide touched Antje very deeply. Are you depending on your guide again tonight? Anachnu mochanim. We zijn er klaar voor om het te doen. En we zijn niet afhankelijk van onze gids. Okay, let's hope the guide will not disappoint you. Habama shelachem. Muziek is belangrijk bij de ontwikkeling van de hersenen. Zelfs bij een baby, bij de moeder in de buik. Rebecca, jij als moeder en als zangeres zou dat als geen ander moeten weten. Neem een voor ons allemaal bekend lied in jouw gedachten. Waar jij een brok van in je keel krijgt. Heb je dat? Ja, dat heb ik. Dan pak de map en schrijf dat lied op. Ter bewijs aan het eind van deze act. Schrijf het zo op dat niemand het ziet. Bevestig je dat dit jouw gedachte is van dit moment? Ja, dat bevestig ik. En dat wij niets met jou hebben afgesproken? Jullie hebben niets met mij afgesproken. Dan neem nu een persoon in je gedachte aan wie je dit lied vanuit je hart zou willen zingen. Oké. Okay. Schrijf het op. Sluit hem op en geef het aan Patty in veilige bewaring. En Rebecca, loop met hem mee.
In jouw hoofd heb je een lied. Ik pik dat op. En ik stem af met Peter. Ik vang het op en ik geef het door aan onze pianist. Dames en heren, Frank Wilson. Rebecca, je hebt een lied in je hoofd. Neurie dit lied in jouw gedachten alleen. Laat het ons niet horen. Neurie het lied. De melodie gaat door je hoofd. In je gedachten zing je dit lied, alleen in je hoofd dus. Zing de tekst mee in je gedachten. Rebecca, is dit jouw lied? En weet je wat het gek is, Ronald? Ik voel nog meer. Dat klopt. Jij denkt ook aan een vrouw. Ja, dat klopt. Jij wilt dit lied zingen voor niemand minder. Kijk me in mijn ogen. Voor je oma. Klopt dat? Ga je gang. Steeds is voor jou. Dames en heren, Rebecca. Dankjewel, prachtig. Dankjewel, Peter en Ronald. Rebecca, ga lekker naar Patty. Van Patty? Ja, nee, inderdaad. Ja? Ach, mijn lieve schat, wat kan je net toch mooi. Ik heb de map bij me. Ik had iets anders opgeschreven. Jullie willen het zien? Houden jullie het kom vast? Laten jullie het even bij zien? Mijn lieve schat. Ach, 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 lieverd. Dat was gevoelig, hè? Ja, dat was heel gevoelig, ja. Oma leeft niet meer? Nee. Neem ik aan. Oma leeft niet meer, nee. Nee? Nee, dus dat lag wel gevoelig, ja. En dat je het er dan ook nog zo uitkrijgt. Ongelooflijk, je blijft voor mij toch gewoon een winnares. Dank je wel. En een winnares ben je. Ja, dank je wel. En laat dan Uri vragen of dit ook twee winnaars zijn. Uri, je oordeel alsjeblieft. Peter en Ronald, first of all, I must say, Rebecca, you are amazing. Dankjewel. Now,
Although your act is fascinating, and I do not know how you guys do this, I hope that next time both of your powers will be combined for something more explosive and more strong. Okay? Thank you. Thank you. Dankjewel, Uri. En u kunt natuurlijk stemmen op Peter en Ronald. Dat doet u door te bellen naar 0909-8822. Of u kunt een sms sturen met de tekst Peter naar 4600. Dames en heren, Peter en Ronald. Dankjewel. Niet alleen onze mentalisten tonen vanavond hun buitengewone experimenten. De koning der mentalisten, het fenomeen himself, zal speciaal voor u zijn gave bij u thuis brengen. U hoeft hem niet te geloven, maar wacht toch nog heel even met uw mening. Want er kunnen ook bij u thuis weer onverklaarbare dingen gebeuren. Uri, wat moeten onze kijkers vanavond allemaal in paraatheid brengen om samen met jou dit experiment te doen? Okay, look. For my next performance, I will use a compass. Now, if you have a compass at home, grab it. If you don't, then get two bowls of water and float a match, maybe a flower, or you can crumple up a piece of paper and drop it in the water. Now remember, get your cameras ready, film it if it happens, and send it to us. Okay? I'll be back. Nou, ik vind het nu alweer helemaal spannend. U hoort het, een propje papier zou genoeg kunnen zijn om de mentale krachten van Uri in uw eigen huis mee te beleven. Maar er is nog meer vanavond. Hij is al eerder op zijn handen over een parcours omringd met glas gelopen. Vandaag probeert hij een pad met brandende kolen af te leggen. 1100 graden bloedhitte onder je voeten. Mentalist Reinder. Het ging tijdens de repetities nog maar net goed. We zijn zometeen bij je terug. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na. Welkom terug in Studio 24, waar we op zoek zijn naar de nieuwe Uri Geller. Ik zeg het nog maar een keertje, alles wat u hier ziet vanavond is live en gebeurt dus echt op dit moment. De volgende deelnemer haalt zijn mentale kracht uit de indrukken die hij tijdens zijn vele reizen opdoet. 2 weken geleden liet hij zien dat hij blind vertrouwt op zijn bijzondere gaven. Tot grote schrik van Catherine Keil. Reinder wist in de eerste show met mentale hulp van Catherine zijn weg te vinden door een pad omringd door glasscherven. Ik was al zenuwachtig om te kijken hoe ver ik zou komen, hoe ver ik mijn fysieke krachten kon rekken. Maar ik moet het glas vrijmaken, dus ik ben even bezig. De overbezorgdheid van Catherine werd Reinder bijna fataal. Ik heb het geoefend met dat iemand één keer er doorheen ging. En nu ging zij, om het voor mij het glas vrij te maken, echt een stuk of 4 keer doorheen of zo, denk ik. En ik raakte gewoon erdoor in de war. Dus op een gegeven moment stapte ik gewoon verkeerd. Well done. Vorige keer vertelde Uri mij dat hij erin geloofde dat ik over glas heen kon lopen. Deze uitdaging ga ik vanavond aan. Ik ga nog een stapje verder. Niet alleen Reinder loopt vanavond een groot risico. Ook van de BN'ers wordt een hoge concentratie gevraagd. Wat het vanavond extra moeilijk gaat maken, is dat ik me moet concentreren voor mijn eigen veiligheid. Maar tegelijkertijd moet ik me ook nog focussen op iemand anders' emotie. Ook vanavond kiest hij niet voor de makkelijkste weg, maar vertrouwt hij op zijn onzichtbare kracht. Of de brandweer en de ambulancebroeders ook zo vol van vertrouwen zijn, ze staan gelukkig paraat. Hier is Reinder. Reinder,
You know, I don't really know why you want to do this. I stood 2 meters from those red hot coals and the air is burning. You know, you're going to compete with the serious fear of our celebrities. And this is no laughing matter. You can definitely get injured by this. Are you really, really ready for this? Yes, I am. Sure? Zeker. Habama shelcha. Goedenavond. In Australië verwerken de Aboriginals hun grootste angsten door zichzelf te verminken met vuur. De verminking geeft zo'n stoot adrenaline dat je het gevoel hebt dat je alles aan kan. Shemaine en Evert, vanavond ga ik door mezelf te verminken jullie grootste angsten overwinnen. Kom bij me. Dank. Volg mij. Shemaine, je mag aan deze kant komen staan. En Evert, ja. Hier. Je ziet hier een bak vol met gloeiend hete kolen. Je voelt hem ook. Je voelt hem ook, ja. Temperaturen in de kolen heter dan 1100 graden. Genoeg om goud mee te smelten. Voel maar. Nou ja, dat lukt wel. Als ik nu zomaar mijn voet in de kolen zet, heb ik meteen 30 graden verbranding. Doe je niet, hè? Doe ik nog niet. Shemaine, ja? Kijk maar. Ik wil dat jij aan je grootste angst denkt. Visualiseer je wat er zou gebeuren als die grootste angst uitkomt. Voel wat je dan zou voelen. Heb je iets? Ja. Oké. Hou dat gevoel vast. Ik heb hier symbolen van de Aboriginals met verschillende betekenissen. Ik wil jou vragen of de Aboriginals geloven dat je intuïtie leidt naar het symbool wat voor jou de meeste angst oproept. Volg je intuïtie en leg je duim op één van deze symbolen. Deze? Ja. Geen twijfel? Nee. Oké. Bekijk dit symbool, maar laat het niet aan mij zien. Ja. Leg het symbool tegen je hart aan. Het zit op de goede plaats, hoop ik, als ik het hier aan. Goed. Maak je geen zorgen. Laat dit gevoel nu door je hele lichaam heen stromen. Heb je dat? Ja. Oké. Zometeen gaan we door deze vuurzee heen lopen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie vragen om te controleren of ik geen beschermende middelen onder mijn voeten heb. Dus controleer goed. Kijk of het goed eruit ziet. Er zitten wat blaren op de vorige oefening. Dat zit goed? Ja, dat is niks. Evert? Ja, het is... Je mag ook voelen als je wil. Nee, dat zijn gewoon voeten, hoor. Oké, prima. Straks, als ik ja zeg, gaan we met z'n allen over de kolen heen. Het is erg belangrijk dat we in hetzelfde ritme lopen. Dus volg mij goed. Voordat we dit gaan doen, eerst verse kolen. Maar we gaan over de kolen heen. Wij lopen er langs en jij loopt erover. Maak je geen zorgen. Belangrijk is zometeen dat jullie mij volgen en dat jullie mijn handen niet loslaten. Ja?
Als ik ja zeg, dan gaan we lopen. En dan denken jullie heel sterk aan jullie grootste angst. Is dat duidelijk? Ja. Doe de kaart in je andere hand, dan kan ik zo meteen je hand vasthouden. Kom iets naast me staan. Dus wat er ook gebeurt, verbreek niet je contact met mij. Concentreer je op je grootste angst. Is dit duidelijk? Ja. Ja? Oké. Okay. Hou mijn handen vast. Ik voelde iets heel gruwelijks. Iets wat jou heel dierbaar is. Klopt het dat jij zat te denken aan het verlies van jouw zoon? Ja. Klopt het? Ja. Oké, dankjewel. Bij jou? Bij jou voelde ik iets heel anders. Ik voelde bij jou leegte. Iets zwart en koud. Was jouw angst de dood? Ja. De dood, jouw grootste angst, heb ik door het vuur lopen van je afgenomen. Jullie kunnen nu beide jullie angsten loslaten. Dank jullie wel. Dank jullie. Dames en heren, Rijnden! Rijnder, hoe is het met je? Het gaat. Heb je heel veel pijn? Nou, ik voel wel de brandwonden, ja. Oké. Oh, lieve schat. En jij houdt het nauwelijks droog hier. Ja, ik zit wel even te weg. Ik kan me voorstellen dat dat een hele grote angst voor jou is. Het verlies van je kind. Maar hij wist niet dat jij een kind had. Oh, fuck. Hij wist niks. Hij weet helemaal niet dat dit mijn angst was. Er werd mij gevraagd van tevoren, denk aan je angst. Ik denk, ik heb eigenlijk geen angst. Ik rijd 260 op een motor. Ik spring uit vliegtuigen. Ja. Dus ik heb geen angst. En toen ik heel diep ging nadenken, was dit echt het enige wat ik denk, ja, dat is echt. En ik weet niet dat jij altijd op hete kolen hebt gezeten wat betreft de dood. Nee, maar ik heb de laatste jaren wel veel mee te maken gehad en het houdt je bezig. En ja, dat is toch wel iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Zeker ook als je wat ouder wordt, dat er in je familie veel meer mensen wegvallen. Ik ben blij dat jullie hier allebei zo gezond zitten. Ja, ik ben hier. En hier wordt heel hard gewerkt. En Rijnder is even naar beneden gelopen. Ik denk, ik schrik ervan. Ik ga daar even heen. Want be careful. Hij zei het net al. Hij voelde zijn brandwonden. En nogmaals, het is een televisieprogramma, maar er moeten geen nare dingen gebeuren. Dus hij wordt nu verzorgd en behandeld. Je kiest ook leuke dingen uit. Sorry. En je kan nog lachen. Ik kan nog lachen, ja. Kan je morgen ook nog lachen? Heb je dit vaker ervaren? Nou, dit is mijn eerste keer en ik hoop ook mijn laatste keer. Durf je het oordeel van Uri aan? Dat kan ik er ook nog wel bij doen. Nou, kom dan maar. Ik kijk schuin over mijn linkerschouder. Uri kan mij net zien. Uri. Ja, Rijnder, look. Walking on burning coals must be excruciating pain. Now, if anyone doesn't think this is real, look at you. Your mental pain control was very impressive. And the ingenious way of etching a thought on your soul amazed me.
But at the same time, you're able to erase the celebrity's fears. You know, this is an unusual act. Unbelievably well done. Nou, kijk eens aan. Je hebt het niet voor niks gedaan. Dank je wel. Maar doe het alsjeblieft nooit meer. Oké, dit doet hij nooit meer. Maar dames en heren, wilt u Reinder wel op een andere manier in actie zien? Dan kan dat natuurlijk. Dan kunt u voor hem stemmen. Belt u 0909-8823 of sms Reinder naar 4600. Laat je verzorgen. Ga zitten, niet staan. Ontzettend bedankt. Dames en heren, dit was Reinder. En ik loop weer terug. Want de bühne is vrij. Het is hier nog een beetje glibberig. Dat zeg ik ook tegen Uri. Dames en heren, ik hoop dat u thuis ook uw bakken water erbij heeft. En uw proppen papier. En uw bloemetjes. Want het is zover. Het mentale genie himself gaat proberen zijn energie door de televisie naar u thuis te stralen. Ik hoop dat iedereen hier in de studio er klaar voor is. Bent u er klaar voor? Ja? Nou, dan mag ik het zeggen. Uri, habema shelcha. Thank you. You are saying it very well. Now. Be careful, it's wet. Okay. As you can see, there is a big compass on this table. Thanks. Can you come to me, all the beautiful celebrities? Come quickly. But please be careful because the stage is still wet. Come quickly. Now, everybody here, you know what I want you to do? Hold hands. Everybody hold hands. Come here. Hold hands, also you. Everybody in the auditorium, hold hands. And wait, I'll tell you in a moment what to do. Now, listen carefully. In the early 70s, the American Defense Department studied me. And one of the experiments was to see if I can move a compass needle with the power of my mind. Now, I am going to replicate that experiment tonight with this old German ship compass. But for this, I need your energy here and at home. So, at home, remember, try to move the objects that you prepared with the power of your mind. So, for me to receive your energy, I want, once again, you keep holding your hands, everyone in the studio, hold each other's hands, and very quickly, come to me with a chain link, but really quickly. Stand there and be careful not to fall down. Now, good, move away from the camera, and here we go. Give me your hand. That's perfect. That's perfect now. You know, many times, by the way, I have been accused of slipping a magnet onto my thumb. I guarantee you, there are no magnets. You can check my hands on my hands, and you can check my, you can check my hair. If you want, I will take my clothes off, but yeah. Okay, so now, on the count of three, eight, three, I want everyone to shout out the word bewech. Am I saying it right? Bewech? Bewech. So here we go. Give me your hand. Here we go. And if anything happens to you in your home, electricity might flicker, the television might buzz, flower might jump in the water or move. Call us, film it, and let us know. Here we go. Eight, three. Three, come on, come on, come closer to me. Again. Eight. It did move. Wait, it did. Wait, it did move a little. I want more energy. Eight. Come on. Yes. Come on. One more time. Great. There. Can you see it back there? Yes. Thank you very much. Now, if you have anything in your home, let us know now. Kosuke, where are you? I'm right behind you. I'm coming here. Dank u wel allemaal voor het meedoen aan dit experiment. Thank you. I was tempted by the clothes-off thing, but keep him on.
Uri Geller en hij kreeg het voor elkaar. It moved. Yeah, this is an amazing, you know, it's a huge compass. And the production brought it here. And I'm glad it moved. Nou, kijken of Patty misschien zelfs nu al telefoontjes daarover binnen heeft gekregen. Nou, Patty, wat hoor jij allemaal? Nou, Toos, ik moet je eerst even zeggen dat ik hier met een bakkie sta met een roos erin en ook die roos bewoog. Maar kijk, is dat nou bij u thuis ook het geval? Kunt u nou met uw gedachten dingen laten bewegen? En dan bedoel ik natuurlijk niet dat u ruzie heeft met uw man en dat het hele vies door die kamer gaat. Want als dat met alleen gedachten zou kunnen, nou, dan waren we eruit geweest. Maar gebeuren er nou rare dingen bij u? Of minder rare dingen? Bel me dan op 0909-8866. Of mail me naar uri@sbs.nl of mms naar 3669. En doe het thuis allemaal. Zeg gewoon beweeg. Bij mij lukte het ook. Nou, ik zeg Uri, beweeg. Thank you very much, Uri. Thank you. Can I have my jacket? Een bizarre live operatie op de Nederlandse televisie zorgde er in één klap voor dat hij wordt gezien als een van de meest wonderbaarlijke mentale artsen in opleiding. Onze student geneeskunde kan niet meer ongestoord door het ziekenhuis lopen. Tijdens zijn mysterieuze operatie zat iedereen op het puntje van zijn stoel. Op het moment dat ik opging, dacht ik gewoon van, ik moet nu maar één ding doen en dat is die operatie tot een succes brengen. Vanaf nu hou je je ogen gesloten. Ik zag van tevoren dat Brandy heel erg nerveus was, maar ik heb er geprobeerd een beetje rustig te houden, dus redelijk goed gelukt. Door middel van mentale chirurgie weet Victor de capsule die Brandy heeft ingeslikt weer uit haar lichaam te halen. Met een operatie heb je natuurlijk altijd onverwachte kleine dingetjes, had ik ook. Maar ik heb me gewoon op mijn doel gefocust. Open je ogen! En Brandy heeft er gelukkig niets aan overgehouden. Ik voelde, ja, hij was wel, hij deed wel iets met mijn buik. Hij trekt en ja, echt heel raar. Zal Victor vanavond zijn operatietafel weer tevoorschijn halen? Ik ben student geneeskunde, dus ja, af en toe een spettertje bloed hier en daar, dat is af en toe niet te vermijden. Maar toch is er een groot verschil met zijn vorige optreden. Ik zal vanavond de BN'ers een klein beetje sparen, want vanavond zal ik zelf op de operatietafel gaan liggen. Deze jonge mentale arts zal uw hart opnieuw sneller laten kloppen en zijn eigen hartslag in dit optreden tot een minimum proberen te beperken. Na de reclame. Tot zo. Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na. Welkom terug bij de nieuwe Uri Geller. U bent er zo meteen live bij als de 12-jarige Jelle haar buitengewone mentale gaven laat zien. Maar eerst zijn we getuigen van de eerste mentale zielsuittreding op de Nederlandse televisie. Nee, hij draait zijn hand inderdaad niet om voor controversiële optredens. Dames en heren, hier is Victor. Victor, you know, last time you did psychic surgery, which was quite extraordinary, maybe a little overdramatic. So what I really hope to see from you tonight is a more natural performance, because looking at that stage, I see another medical bed. I don't know what to expect, but what are you going to show us? Wacht maar, je gaat wel zien. Oké, habama shelcha. De vorige keer heb ik een van onze gasten geopereerd. Marijke, hoe vaak ben jij al onder het mes gegaan? Zal je erg tegenvallen, 2 of 3 keer. 2 of 3 keertjes. Ja. Nou, dat moet genoeg ervaring zijn om mij vanavond te helpen, want met behulp van jou en Rebecca ga ik vanavond proberen uit mijn lichaam te treden.
Zouden jullie op het podium willen komen en neem allebei de voorwerpen mee die jullie hebben meegenomen? Dat zijn twee voorwerpen? Wil je die allebei Zij heeft hebben? Er één meegenomen en jij hebt er één meegenomen. Nee, ik heb er twee meegenomen. Dan mag je er eentje kiezen. Neem maar dat mes mee. Oké. Rebecca en Marijke, kom maar naar voren. Rebecca. Marijke, jij mag hier gaan staan. Hi. Jij mag hier gaan staan. Dankjewel. Dames, jullie is gevraagd een voorwerp van thuis mee te nemen en dit voor iedereen geheim te houden. Klopt het dat niemand weet welke voorwerpen jullie hebben meegenomen? Rebecca? Klopt. Marijke? Nou, jij weet het in ieder geval niet, dus in principe niet. Heel goed. We gaan het volgende doen. Ik ga hier staan. Ik wil aan jullie vragen die voorwerpen te pakken. Jij hebt dit geloof ik in een doosje, dus je mag het uit dat doosje halen. Doosje staat nog terug. Je hebt je doosje, dan mag je nu gaan rennen. Is goed voor je conditie. Marijke, moet je luisteren. Verkeerde voorwerp. Jij hebt dat voorwerp daar. Rebecca gaat hem nu eventjes pakken. Ze mogen allebei... Rebecca, luister je mee? Ik luister mee. Ze mogen allebei die voorwerpen hier in de kist worden gelegd. Zorg er ook voor dat niemand dan nog ziet welke voorwerpen dit zijn. Vervolgens, nog niet doen. Vervolgens doe je de kist dicht en klik je het slot vast. Is dat helemaal duidelijk? Duidelijk. Dank jullie wel. Ga je nog een beetje verder weg staan? Nog iets naar voren als het kan. Wat jij wilt, Marijke. Het slot gaat er niet op. Oh, jawel. Klik het slot goed dicht. Ja, zit erop. Is het gelukt? Ja hoor. Oké. Dames, dank jullie wel. Rebecca, dan mag jij weer plaatsnemen op de bank. Oké. Marijke, zou jij even aan de andere kant van de tafel willen gaan staan? Daar mag je heel eventjes wachten. En de kist... Oh, pardon, ik vergeet nog bijna iets. De sleutel mag eruit. Die mag je eventjes om je nek hangen. Heel goed. Bewaar hem daar goed. Wacht eventjes hier op de tafel. En de kist, die mag omhoog. We zijn nu klaar voor mijn uittreding. Hiervoor moet ik geïnjecteerd worden met verdund propofol, waardoor ik in een hele lichte narcose zal komen. Kom even iets dichter bij me staan als je wilt. Als ik zometeen wegraak, is het van het grootste belang, van levensbelang, dat jij precies weet wat je moet doen. Dus luister goed. Maar wie zegt dat ik iets wil doen? Uiteraard moet je alleen doen wat je zelf wilt. Daarom. Maar laten we er even van uitgaan dat het allemaal gaat werken. Oké. Marijke, ik heb straks precies 1,5 minuut, dat is 1:30, om weer bij te komen. En daarna is er misschien de kans dat ik niet meer ontwaak. Ik wil dat jij je zometeen goed op je lichaam gaat concentreren. Want je zal een teken krijgen. Dat teken dat komt vanuit jezelf. Niet van mijn fysieke lichaam, maar dat komt in je eigen lichaam. Doordat jij hier een katzwijm valt? Inderdaad. Ja? Oké. Oké. Als je dat teken voelt, en luister goed, als je dat teken voelt, dan is het belangrijk, ik zal het even pakken, dat je dit water, ik heb hier een karaf, zou je het even vast voor mij willen pakken? Dankjewel. Heb je hem? Ja. Dan is het belangrijk dat je dit water in één keer over mijn gezicht heen gooit. Ja? Oké. Heel goed. Dan mag je me nu injecteren. Nee, dat doe ik niet. Injecteer jezelf maar. Ik injecteer je niet. Ik ben geen arts, dus ik injecteer je niet.
Nou. Oké, dan ga ik het zelf doen. Ja, oké. Okay. Marijke, dan mag jij hier op de stoel plaatsnemen. Ja, dankjewel. Ja? Hou de kam op je schoot. Ja. Oké. Okay. En blijf je goed concentreren. Ja. Alle instructies waren duidelijk. Doe ik. Dankjewel. Afbinden. Marijke, concentreer je op jouw taak, alsjeblieft. Naar wat ik zeg. Dit bericht heb ik eerder speciaal voor jou opgenomen. Ik laat binnen enkele seconden mijn lichaam achter, maar wees niet bang. Ik blijf bij je in de buurt en laat je geen moment alleen. Elk mens verlaat tijdens de slaap wel eens zijn lichaam. Denk maar eens terug aan een droom waarin alles heel helder was. Misschien zag je jezelf toen liggen. Of was je in een situatie waarin je bijzondere inzichten kreeg? En waarschijnlijk werd je daarna weer wakker met een rustig gevoel. Luister naar mijn stem. Wat er ook gebeurt, blijf kalm. Als alles verloopt volgens plan, treedt mijn ziel nu uit mijn lichaam. Met mijn mentale energie kijk ik nu in de kist. Als mijn ziel weer mijn lichaam binnentreedt, vertel ik jou wat je erin hebt gestopt. Het is zover. Je krijgt zo van mij een teken om mij terug te halen. Concentreer je. Je weet wat je te doen staat. Doe het nu, voor het te laat is. Rijke. Dankjewel. Marijke, echt heel erg dankjewel. De kist mag weer naar beneden komen, want het is gelukt. Ik ben er inderdaad in geweest. Ik heb het gezien. Ik zag twee sieraden. Ik zag een ronde armband. En ik zag een ketting. Eentje van zilver en eentje van zwart. Zou je de sleutel in het slot willen doen? Heel goed. Doe de kist open. En haal het er maar uit. Haal het er maar uit. Ik zie het inderdaad. Een ketting. En wil je het andere er ook uitpakken? Marijke, wil je het andere er ook uitpakken? En een armband. Dames en heren, Marijke. Dankjewel. Dankjewel. Heel erg dankjewel. En niet alleen Marijke, dames en heren, ook Victor. Marijke, ga lekker naar Patty. Ga naar Patty. Victor, wat fijn dat je er nog bent.
Ja, ik ben tenminste net zo blij. Oh, Marijke. Ik denk, ik ga er een handje helpen. Want als er iets is waar ik niet tegen kan, dan zijn het injectienaalden. Er zijn wel meer dingen waar ik niet tegen kan. Maar ik denk, je hebt nog maar 7 seconden. Waarom wachtte je zo lang? Wat gebeurde er? Nou, er kwam een elektrische schok door het stoeltje heen. Oh ja? Ja, serieus. En dus dacht je, maar die man dood? Dan maar die kan water over zijn gezicht, want dat vroeg hij om. Dus vandaar, ik wipte op toen die elektrische stroomstoot erdoor. Ik denk, ik zit op elektrische stoel. Ja, nou, dat heb je niet verdiend, denk ik. Ik ben 30 jaar te vroeg. Maar de twee dingen die je bij je had, wat zijn er voor bijzondere... Dit is een rozenkrans die ik in de kerk gebruik. Want ik ben praktiserend katholiek en dat is de rozenkrans van mijn moeder, dus dat is heel knap van hem. En die gebruik ik. En de armband? En de armband is van... Ah, ja. Met zilver. Nou, dus dat heeft hij er goed uit. Heel knap. Nou, en hij doet het nog. Laten we naar Uri gaan, Victor. Ja. Victor, they're quite morbid. Now, I've heard of out-of-body experiences, and people do have them. You know, but for you to perform it here on my stage live was quite unrealistic. But I must say, it's really a weird experience, and I kind of liked it. Well, there you go. Nou, dat is niet helemaal eenduidig, maar toch uiteindelijk positief. Bent u ook zo positief? Wilt u meer van Victor zien? Stemt u dan op hem. U kunt bellen naar 0909-8824 of een sms sturen met de tekst Victor naar 4600. Blijf maar gewoon lekker normaal bij ons in je lijf. Dames en heren, Victor! In de eerste aflevering keek heel Nederland ademloos toe hoe onze jongste deelnemster Jelle met haar vader Gani energieën wist te verplaatsen. Ze liet ons met haar bijzondere gaven in totale verbijstering achter. Jelle beschikt over bijzondere mentale gaven. Jelle doet gewoon zo en ze concentreert zich ergens op. En dan hebben mensen die zijn gewoon bijna verlamd. Als een meisje van 12 de vinger op je voorhoofd legt en vraagt van ga staan en het lukt je niet. Katharien, sta maar op. Gaat echt niet. Nee. Wat is dit? Ja, dan denk ik, dit is toch wel heel vreemd. Jij bezweert echt hier dat je echt niet op kon staan. Ik kon echt niet opstaan, Edwin. Ook Uri was onder de indruk van de gaven van onze jongste mentalist. I was simply blown away by this amazing performance. Het kostte Jelle en Gani afgelopen week behoorlijk wat kracht om zich weer mentaal op te laden. Na hun optreden werden Jelle en haar vader overdonderd door alle aandacht. Er zijn toch veel mensen die gekeken hebben en die dan gewoon in de winkel vragen aan mij of mijn dochter dat allemaal kan. En of ze dat wil komen doen. Bij ons wilden ze het gelukkig wel weer komen doen. Dames en heren, hier is Kinetic Jelle. Gani, you know, last time I already told you how your little girl impressed me with her mental gifts. I can't wait to see her demonstration tonight. Jelle, are you ready? Yep. Habama shelachem. Thank you, Val. Goedenavond. Jelle was zo. En ik vroeg aan Jelle, heb je wel eens gedroomd dat je kan vliegen? En Jelle zei nee. Ik heb niet gedroomd dat ik kan vliegen, maar ik heb wel het gevoel dat ik zweef. Als je droomt dat je vliegt, dan symboliseert dat vrijheid. En als ik Jelle zo zag spelen aan het strand. Ik zag haar zitten. Ik zag haar dromen.
dan hoop je toch als ouder... Nee, ik weet, zij zal boven mij uitstijgen. Ximène, zou je erbij willen zijn? Hoi. Kom maar, hoi. Je mag hier staan. En we gaan samen kijken. Pak het maar op. Ja. Wij mogen samen kijken. Ietsje lager. Heb je wel eens gedroomd dat je vliegt? Ik heb wel eens gedroomd ja? dat ik vlieg, ja. En hoe gaat dat? Verschillende dromen, maar dat is een heel... irrealistisch gevoel is dat. Vlieg je binnen of buiten? Buiten. Buiten? Buiten. Gewoon over de weilanden? Of over de stad? Nee, echt helemaal in de lucht. Dan vlieg ik echt in de nacht. Ja. Ah. En horizontaal, verticaal? Bewegelijk. Ja. Het verandert. Je kan echt zo? Ja. Ja. Sommige mensen moeten springen. Iedereen heeft zijn eigen droom.
oppassen. Nu heb jij. Goed zo. Nu heb jij. Ja, geef maar weer terug, Jelle. Indrukwekkend, echt. Wat ontzettend bijzonder. Ja. Hartstikke mooi. Ga gauw naar Betty. Ongelooflijk, hè, Chimène? Ongelooflijk. Ja, ik heb echt... Ongelooflijk. Jij gaat ons garanderen dat er geen touwtjes aan de veren zaten. Niets. Ik ga je garanderen dat er geen touwtjes aan de veren zaten. Dat ik echt gekeken heb naar vader en dochter. Ik wil natuurlijk altijd alles ontdekken. Ik heb niks kunnen ontdekken, echt niet. Ongelooflijk. Nee. Heel bijzonder. Nee. Ja, ik ben ook... Ik ben ook stil. Maar ervaring leert dat Uri altijd wel iets te zeggen heeft. Wat is dat deze keer? Jelle, you know, I actually love the way you tailor your act around your life story. They emanate kind of real mysticism and mystery. And you know, I find myself asking, is this magic? Is it real? Or is it beyond belief? Fantastic performance. So. Dankjewel, Uri. Nou, alsjeblieft. Okay. Maar u thuis bent er ook nog. Stem op Jelle en Ganni als zij uw favoriet zijn. Bel naar 0909-8825 of sms Jelle naar 4600. Dit waren Jelle en Ganni. Dankjewel. Ja... Dat u stemt is natuurlijk voor alle mentalisten heel erg belangrijk. Of ze mogen terugkomen is van u afhankelijk. Stem dus op uw favoriete mentalist. Wie vindt u vandaag het meest bijzonder? Kijk even. Voor Robert bel 0909-8821. Of sms Robert naar 4600. Voor Peter en Ronald, bel 0909-8822 of sms Peter naar 4600. Voor Reinder, bel 0909-8823 of sms Reinder naar 4600. Voor Victor, bel 0909-8824 of sms Victor naar 4600. En voor Jelle en Gali, bel 0909-8825 of sms Jelle naar 4600. Met jouw stem maak je deze week kans op een digitale camera van Olympus. Of op een avondje uit voor twee personen naar de show van Uri Geller. Met een gastoptreden van Rob en Emiel in Carré. En dat is inclusief diner en drankjes. Wonderbaarlijke mentalisten, maar van één deelnemer of misschien een duo moeten we straks afscheid nemen. De lijnen zijn tijdens de reclame nog open, dus stem alsjeblieft nu op uw favoriet. Dan hoort u zometeen ook wie het meest indruk op Uri heeft gemaakt. Want die mentalist mag van hem door naar de volgende ronde. Zorg dus dat u bij ons blijft. We zijn zo bij u terug met de uitslag. Welkom bij de nieuwe Uri Geller, de uitslag. Onze mentalisten zijn allemaal bloednerveus. Logisch ook, want ze weten dat één van hen vanavond
naar huis gaat om niet meer terug te komen. Wie treedt er wel in de voetsporen van het fenomeen Uri Geller? Dames en heren, hier zijn ze nog een keer, de mentalisten van vanavond. Nog heel even, jongens, en dan weten we wie van jullie doorgaat naar de volgende ronde en wie deze arena moet verlaten. Dames en heren thuis, de lijnen zijn nog even open. U kunt nog stemmen en doe dat dus ook, want u bepaalt wie nog kans maakt om de opvolger van Uri Geller te worden. Een van deze mensen heeft geluk, want een van deze vijf deelnemers is sowieso verzekerd van een plekje in een volgende ronde. Uri deelt natuurlijk iedere week immuniteit uit aan diegene van wie hij het meeste onder de indruk is. En Uri, aan de nerveuze gezichten daar te zien, lijkt het me goed als je ons nu vertelt aan wie jij deze week immuniteit geeft. You know, Toske, today is so tough. Because everyone was amazing, great, strange. Surprising, but I would have to say that the act that included danger and controversy today, the person that impressed me the most is you, Robert. Robert, van harte gefeliciteerd. Nou, even drie keer diep zuchten en. Ga maar lekker nadenken over wat je ons een volgende keer gaat laten zien. Jou zien we sowieso terug in een volgende ronde. En dat betekent helaas wel dat we van een van de mentalisten die daar nog staan, wel afscheid zullen moeten nemen. U heeft nog 1 minuut om uw favoriete mentalist naar de volgende ronde te helpen. Doet u dat alstublieft. Ik ga hier vragen. Marijke, van wie was jij vanavond het allermeest onder de indruk? Van de lieve, sensitieve jonge dame. Van Jelle. Nou, Jelle. Simene, wie verdient er volgens jou een plekje in de volgende ronde? Ik ben toch ook erg onder de indruk van Jelle, ja. Kinetic Jelle. Ja, Kinetic Jelle. Evert. Ik heb de hitte van allebei gevoeld. En de een staat er al. En Rainer is toch wat mij betreft wel de andere. Want die kolen die waren echt gloeiend. Die waren heet, hè? Ja. En Rebecca, misschien een iets minder positieve vraag, maar wie vond je niet zo overtuigend vanavond? Ik ben ook altijd op je neus. waarom kan ik niet gewoon zeggen wie ik het best vond? Wie vond je het beste? Ja, Jelle. Jelle ook. Nou, Jelle. En daar hoor ik een hard geluid. Ik denk dat dat betekent dat de minuut is afgelopen. Dat betekent dat de lijnen gesloten zijn. Alle stemmen worden nu bij elkaar opgeteld. En terwijl wij dat doen, Patty, wil ik heel graag van jou weten of ook deze week weer de mentale energieën massaal zijn doorgedrongen in heel Nederland. Ja, Toske, het is natuurlijk niet alleen maar gebleven bij de studio. Wij zijn overstelpt met sms'en, met mailtjes, maar ook met filmpjes. En ik wil jullie er een paar niet onthouden. Laten we beginnen met 1 filmpje van Robert uit Oudekerk aan de Amstel. En als het goed is, hebben we die aan de lijn. Robert? Ja, goedenavond, Patty. Hallo, goedenavond. Mijn nieuwe buurman wordt dit. Hey, wat is er bij jullie gebeurd? Nou, wij... We zaten boven 2 bakken water en een kompas wat we hadden neergelegd. Ja. En we hielden elkaars handen vast. Ja. En toen beweeg, riepen we. Eerst gebeurde wacht even, niks. Wacht even, Robert. Je hebt het gefilmd en wij gaan het uitzenden. Vertel ons wat er gebeurde terwijl wij het laten zien. Oké, nou, we hadden dus die 2 bakken water en een kompas. Ja. We houden elkaar heel goed vast. En we zeggen beweeg, beweeg. Terwijl Uri is ook beweeg, beweeg, zegt. Eerst gebeurde er niets en op het einde, toen begon zo die meter van die kompas, die begon zo een beetje heen en weer te trillen. Ja. Nou, dat is echt ongelofelijk. Oh, en dit is jouw vrouw met jouw zoon, neem ik aan. Ja, mijn vrouw en mijn zoontje. Is David er? Ja, David zit naast me. Mag ik hem even aan de telefoon? Ja, tuurlijk. Hi David. Hi. Vertel me wat er gebeurde. Ben je helemaal in paniek gegaan, jongen? Ja. Waarom? Ja, hij bewoog echt en die wijze ook, dat ging helemaal, ja. Het bewoog echt helemaal. En die bakken water?
Ja, die roos, er zat een roos en die bewoog ook helemaal door die hele fase. En ik dacht, wat gebeurt er nou? Nou, helemaal te gek. Ik hoop dat jullie blijven kijken. En dat jullie volgende week weer mee gaan doen aan de prachtige ex die Uri Geller hier mee is. Heel erg dankjewel en nog een fijne avond, David. Ja, dankjewel. Dag, dag. Ja. Enige. We krijgen natuurlijk ook allerlei foto's binnen. Zoals daar is bijvoorbeeld deze foto van deze kat. Die natuurlijk met haar mentale gedachten van alles laat bewegen in een bak water. Maar het is niet helemaal eerlijk. Of deze foto van een bezemsteel die op eigen kracht gewoon rechtop staat. En ja, dat is natuurlijk Eucalypta geweest. En ik heb ook nog wat mailtjes binnengekregen die erg leuk zijn. Hallo Patty, tijdens de act zat ik met 2 vazen water en 2 lucifers voor me in elke vaas 1. Samen met Uri riep ik 1, 2, 3, beweeg. En in de rechtervaas begon de lucifer enorm te bewegen alle kanten op. Vorige week ben ik zelf bij de show aanwezig geweest en ben toen op de foto geweest met Uri. Ik heb de foto van ons erbij gehouden. En misschien dat het daarom was dat de lucifer zo bewoog. Groetjes Deborah. En dan nog eentje. Hallo Patty, allereerst mijn complimenten aan jou dat je het elke keer weer aangaat. Tijdens een kop thee zet ik maak hem even op. Ging het lepeltje in de beker heen en weer. Ongelooflijk. En wat ook ongelooflijk is, is dat de tijd echt om is. De stemmen zijn geteld. En als het goed is, heeft Tooske de gouden envelop met daarin de uitslag. Nou, het is inderdaad goed, want ik heb hem. En met jullie goed vinden ga ik hem dan maar openmaken. Wie mag er terugkomen? En van wie nemen we afscheid? Peter en Ronald. Uri was vanavond onder de indruk van jullie, maar gaf wel het advies om jullie gaven in een eventueel volgende ronde voor iets meer explosiefs te gebruiken. Krijgen jullie die kans ook van de kijkers thuis? Reinder, Uri prees jouw demonstratie vanwege de manier waarop jij angst omzette in lef. Zijn onze kijkers ook zo lovend? Victor, Uri gaf jou het advies iets minder gemaakt te doen tijdens je demonstraties en sprak zelfs zijn bedenkingen uit over jouw mentale gaven. Twijfelen de kijkers thuis ook of waren die misschien wel diep onder de indruk? Gunny en Jelle. Uri is een enorme fan van de krachten van onze jongste deelnemster. Hij noemde het zelfs magisch. Wat vinden de kijkers thuis? Oké, mentalisten. De volgende naam die ik ga noemen is de naam van de mentalist die door is naar de volgende ronde. Gefeliciteerd. Kinetic Jelle, je bent door naar de volgende ronde. En je mag Gunny, je vader, meenemen. Hartelijk gefeliciteerd. Ga lekker bij Robert staan. Het is voorbij. Ik ga nog een naam noemen van een mentalist of een duo die we terugzien in de volgende ronde. Reinder, ik hoop dat je volgende week kan lopen. Je bent door. Gefeliciteerd. Doe voorzichtig alsjeblieft. En dat u ziet het met mij betekent dat er nog 2 mentalisten over zijn, een duo en een solist. Eén van jullie mag nog door naar de volgende ronde. En voor één van jullie houdt het helaas op. Ik hoop dat jullie hebben genoten van je deelname. En dat het hoe dan ook sowieso al fantastisch is geweest. Victor. Je bent door naar de volgende ronde. Gefeliciteerd. Maar, dames en heren, dat betekent automatisch dat we afscheid moeten nemen van Peter en Ronald. Jongens, wat jammer. Ja, vind ik wel. Ja,
Maar het waren wel hele goede kandidaten van wie we hebben verloren. Dat mag wel gezegd worden. Nou, dat is ontzettend lief en heel erg collegiaal van jullie. Bedankt, bedankt. Kom er allemaal bij, jongens. Uri, kom erbij. We nemen afscheid. Laten we een beetje naar voren gaan. Want dit was het voor vanavond. De zoektocht naar de nieuwe Uri Geller gaat gelukkig volgende week natuurlijk verder. Met onder andere The Mask en met Vincent de Vampier. Ook al houdt Uri er niet van. Dankjewel Marijke, Chimène, Evert, Rebecca. Hartstikke moedig dat ze er vanavond waren. Als u er geen genoeg van kunt krijgen, dan kunt u natuurlijk naar onze site denieuweurigeller.nl. Thank you very much, Uri. Dankjewel, Patty. Tot volgende week. Dankjewel. Tot volgende week.